Zijtaart is zaterdag en zondag het middelpunt van de Brabantse kampioenschappen bij de ruitersport, springen en dressuur. De organisatie is in handen van Ruitersport Zijtaart. En niet voor het eerst. Nee, dat klopt. Wij doen het nu voor de derde keer. De laatste keer was in 2015, dus dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Maar zoals je ziet, de ervaring zit er nog goed in om het te organiseren. Ik denk dat het gewoon succesvol is geweest de afgelopen twee keer. En we hebben gewoon in goed overleg met de KNS hebben we, ja, het gegund gekregen om het nogmaals te mogen doen. Wat gaat er allemaal aan vooraf? Want als ik het hier zo zie, 12,5 hectare, het is nogal wat je moet bemensen. Hoe doen jullie dat? Nou ja, dat is vooral dankzij een dorp als Zijtaart, waar echt iedereen op de been is als vrijwilliger. En dan is het niet alleen deze twee dagen, maar de hele week is hier gebouwd. En niet te vergeten dat we een jaar geleden zijn begonnen met zeg maar, de organisatie, de voorbereiding daarvan. Allemaal dankzij vrijwilligers die hun hand er niet voor omdraaien. Hoeveel ruiters doen er nou mee? Vandaag starten er zo'n kleine 1000 ponyruiters en morgen verwachten we ook zo'nzelfde aantal voor de paarden. En dat levert zaterdag bij de jeugd mooie ruitersport op, zoals hier bij het springen. Gaan we naar de kampioen. Nummer 1 is hier geworden. Sophie van der Steen met Yellow Boy. Ze komt uit Erp met 70,5%. Hele mooie score. En dat betekent dat op de tweede plaats is geëindigd Quinty van der Lee met Nendoor uit Drunen. En bij de kuur op muziek. De 13-jarige Robin van den Hoge, woonachtig in Marieheide, maar lid van Ruitersport Zijtaart, deed met haar pony Cocktail bij het onderdeel dressuur in het ochtendprogramma al van zich spreken. Het ging wel goed, alleen er waren wel een aantal fouten, maar ja, het ging wel heel goed. Je eindigde op nummer 1. Was het een verrassing voor jou? Ja, want er zijn heel veel goede en dan had ik niet verwacht dat ik eerst zou horen omdat het niet zo goed ging. Maar er moet nog wat gebeuren nu. Ja, ik moet nog een keer. En dan tegen nog 4 uit mijn bak, zeg maar. En nog 5 uit de andere ring. Wat moet je nou gaan doen? Een andere proef rijden. Met andere figuren, maar dit is wel een moeilijkere proef. En alleen in principe gewoon hetzelfde. Gewoon allemaal figuren rijden en zorgen dat je de beste bent. En dat allemaal voor een jury die de proef vanuit een auto beoordeelt. Op de kampioenschap hebben we 2 juries zitten. 1 jury bij C, dat is de hoofdjury. En de andere jury bij H. En de punten worden dan bij elkaar opgeteld. En die daar het hoogste van heeft, die is vandaag de kampioen. Waar kijken jullie nou naar? Het is een beginnersklasse, de klasse B. Dus we kijken vooral naar de basis, dat die in principe goed is. Lekker actief gereden, de pony rond door de hals. Nageeflijk noemen wij dat in de jurytaal. En dat alles goed afgewerkt wordt. Jullie zijn met 2 ja. En er is nog een andere jury die kijkt dus ook mee. Ook dus 4 juryleden. Nee, elke jury heeft een schrijfster langs zich zitten. De secretaresse, zeg maar. Die dus de opmerkingen opschrijft die ik zeg en de punten die ik geef. En er is naderhand geen discussie over mogelijk? Nee, definitief. Zo gauw de blaadjes weg zijn naar de organisatie, dan kunnen we niks meer veranderen. Geen VAR? Nee, helaas. Robin is een van de 10 finalisten die hun proef aan de jury mogen laten zien. Zou het voldoende zijn voor een plaats bij de Nederlandse kampioenschappen? Er waren wel een paar kleine foutjes, maar het ging heel goed. Wat denk je ervan? Sta je op het podium? Dat weet ik niet, want ik weet niet hoe de rest had gereden. Maar ik ben echt heel tevreden. En ik hoop het wel. Dan gaan we naar de reservekampioen 2019. En dat is voor de Robin van der Hoogen. En hiermee mag ze eind augustus meedoen aan het NK. Dus geen vakantie? Nee, ik ga wel op vakantie eerst. Maar daarna wel heel veel trainen. Wens ik jou heel veel succes mee. Dankjewel. Tijdens een ruitersportevenement zoals hier in Zijtaart zijn er ook nog tal van nevenactiviteiten. Wij komen hier de kinderen vermaken met het vliegend tapijt. Wij doen onder andere het vliegend tapijt met de kinderen. Dan een paar kinderen op het tapijt. En dan doet mijn man eerst een rondje stappen. Daarna doet hij een rondje draven. En dan kunnen ze zitten of staan wat ze zelf willen. Of touw trekken. Wat ze willen. Of op het paard zitten, dat doen we ook.
is net wat de mensen graag willen dan wat we doen zeg maar, op de optredens. Ja, dat doen jullie altijd bij paardensportevenementen? Ja, we komen, dit is onze eerste keer hier en we komen ook in Beest bij Mariënwaard. We zijn in Arnhem geweest, gewoon waar ze ons vragen. Daar, en we hebben tijd, daar gaan we naartoe. En er is ook animo voor bij de kinderen. Ja, de kinderen vinden het ook heel leuk. En het liefst hoe sneller, hoe leuker dat ze het vinden. Dus nee, het gaat ons heel goed. Ze luisteren heel goed. Dat is wel heel fijn, ja. Ja, het was af en toe wel een beetje eng, maar het was gewoon heel erg leuk. Toch lukt het jou om ook in draf te blijven staan? Ja, het gaat eigenlijk alleen maar om evenwicht te behouden. Was het moeilijk? Ja, dat natuurlijk wel. Ook de organisatie kan tevreden zijn. Ja, top. Het is hartstikke mooi evenement. Het is goed bezocht. Veel drukte in het Stroodorp. Er wordt goed gereden vandaag. En ja, super. Dames en heren, geef ze een geweldig applaus. En ze maken er een mooie ereronde van. Dat is top. Stella Helling.